thank you Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Marike Swinkels. <laughs> Marike, je bent expert op het gebied van onderwijs en van opvoeding, van innerlijk leiderschap, zelfliefde en hoogbegaafdheid. En eerder schreef je al een heel mooi boek, 40 Dagen Liefde voor Jezelf, met als ondertitel: Jouw persoonlijke route naar vrijheid, rust en geluk, naar meer vrijheid. <laughs> Hierover hebben wij al een mooi gesprek opgenomen. Ja, dat was. Podcast nummer 22, alweer even geleden. En wij zitten hier nu omdat jij heel recent een prachtig, mooi nieuw boek hebt geschreven met een nieuw onderwerp. En met de titel Kinderen van nu opvoeden zonder schuld, schaamte en oordeel. Dus ik ga het vandaag heel graag met jou hebben over opvoeden en het faciliteren en ondersteunen van kinderen. Hoe je dat op nou ja, de meest mooie manier kan doen. Zonder schuld, schaamte oordeel. Ja, heel hartelijk welkom. Dankjewel, dank wel. en uh, fijn dat je hier bent. Dat vind ik ook. Nou, uh, dit onderwerp hebben we nog niet gehad ook in de podcast. Dus ik vind het ah, erg leuk. Dat is leuk. Uh, ik uh, was even benieuwd. Jouw vorige boek ging over zelfliefde. En dit gaat over opvoeden. En zie jij daar een, uh, ja, een relatie eigenlijk tussen die twee onderwerpen? Nou, ik zie een uh, relatie tussen uh, zelfliefde en opvoeden. Maar ik zie vooral een relatie uh, tussen uh, schuld, en oordeel en zelfliefde. Want um, het tegenovergestelde van zelfliefde is schuldschaamteoordeel. Oh, okay. <laughs> Mensen denken vaak zelfhaat, maar dat is niet zo. Er ligt altijd en oordeel aan ten grondslag. Uh, en kan jij daar een uh, voorbeeld bij uh, bedenken? Of, of uh, van hoe we dat kunnen zien? Van hoe ziet dat uit? Want eigenlijk zijn die drie thema's dus altijd wel de onderlegger van. Uh, Alles wat wegbeweegt van zelfliefde. Komt door schuld, schaamte en of oordeel. Ja, ja. En schuld, en oordeel zijn heel erg verweven met elkaar. Je kan ze bijna niet loskoppelen. Als jij je schuldig uh, voelt over iets, dan mm -hmm. schaam je je vaak ook. Je veroordeelt jezelf. Uh, of als je vindt dat een ander zich moet schamen, veroordeel je de ander. Het is eigenlijk een, een soort. Uh, ja, ze zijn heel met erg verweven, verweven met elkaar. Ja. Hè? En um, zodra je wegbeweegt van zelfliefde. Komt dat omdat je je ergens voor schaamt of omdat je jezelf veroordeelt of omdat je je schuldig voelt ergens over? Dat is, dat is gewoon, uh, ja, die twee, die, dus zelfliefde en schuldschaamte en oordeel zijn eigenlijk elkaars tegenpolen. Uh, tegenpole, ja. Ja. ja, mooi. Ja. En als je het dan naar opvoeden relateert of aan opvoeden relateert, dan um, zou je kunnen zeggen dat zelfliefde, opvoeden vanuit zelfliefde, um, gaat eigenlijk twee kanten op weer. Hè? Want je voedt dan op als ouder. Vanuit liefde voor jezelf. En je leert je kinderen tegelijkertijd ook. te leven vanuit liefde voor jezelf. In plaats van dat, ze leef, dat je kind leeft vanuit schuld, en oordeel. Om het is schulden, namelijk je het is, een of zo als ouder. Of, het is onmogelijk om vanuit zelfliefde op te voeden. en dat je kinderen dan uh, een innerlijke stem uh, horen van. Schuld, die schuld, en oordeel gerelateerd is. Ja, want dat vind ik eigenlijk ook wel. als ik jouw boek. Um... Goed heb begrepen, vind ik het een hele mooie boodschap. Dat um, als ik het goed heb probeer te verwoorden, dat alles wat je eigenlijk zelf naar buiten brengt, en dat komt dus van binnen op je kinderen, dat hebben zij zo in de gaten. Dus als dat iets moois is, zoals zelfliefde, dan heeft dat ook een mooi effect op hen. Maar gaat dat dus vanuit die schuld, schaamte en oordeel dan hebben zij dat ook in de gaten en heeft dat ook effect op hen. Zeg ik dat goed? Toch? Ja, en dat moet je niet al te streng nemen. Nee, hè? Want we zijn natuurlijk nee, gewoon mensen. Een zwart en, ja, ja. En, Maar het is wel zo dat kinderen dat kunnen voelen. Maar het is wel mooi ook om ja. je dat bewust te zijn. Ja, of dat te, is wel. Leuk. Of te worden. Ja, He, ik kan wel een voorbeeld geven. Hmm. Ik weet nog wel dat mijn jongste zoon bijvoorbeeld... die wilde een zwarte pietenpak aan naar school... Zomaar random, zomaar een dag. Hoe oud was hij toen? Ja, weet ik niet meer. Maar okay. hij zat nog wel echt op de lage school. Hij was er echt wel jong en hij wilde zijn Zwarte Pietenpak aan. En ik wilde dat niet, want ik, ik uh, schaamde. Ik, ik, ik had meteen al beeld bij de juf die boos zou worden. Of uh, ja, het, 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 Ik had een schaamtegevoel daarbij. En ik uh, probeerde hem uh, vanuit die schaamte uit te leggen dat het niet kon. Mm -hmm. um, maar hij. Men, allebei mijn kinderen zijn behoorlijk standvastig <laughs> en um, uh, uiteindelijk in die strijd wat niet echt een hele erg strijd was of zo verder maar toen realiseerde ik me op een gegeven moment wel waarom wil ik dit nou eigenlijk niet oh, het is gewoon omdat ik me schaam of omdat ik het uh, uh, raar vind mm -hmm. en toen dacht ik van ja als het niet mag van de juf dan moet ze dat maar zeggen tegen hem ik hoefde eigenlijk helemaal niet tussen te zitten. En toen dacht ik, nou oké, okay, doe maar gewoon. En het was ook verder helemaal geen probleem. <laughs> en ik denk hij dat. Dat al... de dag van zijn leven. Nou, <laughs> hij vond het gewoon. Een... Ik denk niet dat hij er nog een herinnering aan heeft of zo. Voor hem was het gewoon, hij wilde dat gewoon die dag. En. Nou, kun je natuurlijk allerlei dingen daarvan denken of vinden, mm -hmm. of het veroordelen, mm -hmm. hè? Of, mm -hmm. niet, of helemaal niet. Dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. Maar um, ik denk wel. Dat een van de redenen waarom mijn kind niet luisterde was wel omdat hij merkt dan dat dat vanuit mijn eigen schaamte kwam. Uh, en ik denk dat heel veel kinderen van nu, want daar gaat het boek ook over, ja. best die gevoeligheid hebben om te aan te voelen van ja, maar er klopt iets niet. En daarin dan behoorlijk koppig te kunnen zijn. Ja, ja eigenlijk mooi. Dat is eigenlijk ook wel mooi, dat ze dat in de gaten hebben. Ja, en, ja. en dit is een voorbeeld waarin... Het is natuurlijk een heel ja, nee, makkelijk voorbeeldje... Wel, nee, maar, waarin ik ook zelf draaide. Ja, dat dat, dat, dat hè? kan best goed. Dat, dat is wel een voorbeeld wat ik denk wel een hoop mensen herkennen. Dat ze iets doen waarvan je eigenlijk denkt... doe nou maar niet, doe maar gewoon. Ja, Weet je wel? Maar Terwijl ik ze, moet ja. erbij kijken... en dit was een makkelijk voorbeeld... waarin ik uh, vrij simpel draaide met hem. Maar er zijn, ik heb ook wel echt voorbeelden waarin het echt clashte. Hm. En dat het wat langer duurde voordat ik door had van... Uh, ja, maar uh, nu zit ik gewoon mijn kader op hem te projecteren. En hij kan ook zijn eigen weg daarin vinden. Hè, dus nu, nu uh, ging ik nog allemaal vrij soepel in het voorbeeld. <laughs> in mijn boek ook staan ook wel wat voorbeelden uh, over andere momenten. Nee, want ja. uh, als ik. Uh, um, jouw zoon zijn inmiddels al ouder, hè? 19 en 20. Inmiddels of? alweer 20 en 21. Oh ja, dat ja. is echt al ouder. <laughs> en uh, ik was eigenlijk benieuwd, was de. Uh, opvoeding, ook van je eigen kinderen... en ook, je geeft ook aan... we hadden best een hobbelig pad als gezin. Is dat ook een van de redenen geweest... Uh, om dit boek te maken? Dat je dacht van... nou, ik heb een hoop gezien. Ik heb een hoop uh, uh, ook geleerd. Hè? Want je, hebt, je zegt ook... ik heb op een gegeven moment ook hulp ingeschakeld. En, en dat heb ik ook aangenomen. Ook een mooie les trouwens. Dat, je, ja. dat jij ook eigenlijk aangeeft van... dat heeft ons heel erg veel goed gedaan. Ja. Dat je ja. niet altijd alleen kan en hoeft te doen... Of was het meer vanuit je, ja, je praktijk dat je zegt van nou, ik vind het fijn om nou, iets, iets te gaan schrijven over opvoeden? Mijn jongste zoon heeft daar iets heel moois over gezegd. Oh, die ga wow. ik even, okay. uh, ik, ik ga proberen om het zo goed mogelijk te zeggen. Ja. Um, hij zei: Mama, het is eigenlijk wel mooi, want jouw eerste boek ging over uh, zelfliefde, naar binnen gaan. Mm -hmm. En dit boek is meer dan hoe je die zelfliefde dan naar buiten brengt. Oh, mooi. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon uh, de spijker op zijn kop is. Dat is ook precies waar we het net over hadden. Ja, van... Uh, Oh, wat leuk. Ja. Wat mooi. Ja. Dat perspectief vond ik zelf ook wel. Dacht ja daar heb je gelijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En um, jij, ja, je bent best open in je boek en ook je lezingen van uh, dat je zelf ook wel tegen het een en ander aan bent gebotst. Mm. Vaak is heel hard potsen, ook wel een, een leerschool. Hè? Dus en, is het ook voor andere mensen fijn als je daarover nou, over vertelt? Ja, Want dat, ik denk ik, dat, dat is altijd wel mijn ook wel strategie. Ja. In, ja. Uh, zich in herkennen en nog even terugkomend op dat je ook op een gegeven moment uh, ook hulp hebt gehad, zijn er bepaalde eye-openers geweest ook in die tijd? Heel veel, ja. Kan, kan je daar gewoon simp iets simpels over zeggen? Of ja, de, de, een van de eye-openers die staat trouwens ook in het boek hoor. De, echt een van de meest belangrijke momenten was het moment waarop ik echt besefte dat er zoiets bestaat als een, de window of tolerance. Ja, wil je dat ja. ons uitleggen? Want dat ja. vind ik ook heeft nou, met communicatie ja, ik, te maken. Ook, ja, hè? En ik wil het graag uitleggen, maar wel even met uh, onder voorbehoud dat ik het uh, goed vertel. Hè, want ja, maar... uh, ik zou vooral iedereen willen aanraden om daar dingen over op te zoeken. Maar even vanuit ja, ja, maar mijn perspectief. Vanuit het, hè, jouw verhaal, ja. ja. Uh, nou, de, de, Je hebt een window of tolerance. Mm -hmm. En dan kan je aan de onderkant uit. En je kan daar aan de bovenkant uit. En uh, ja, wij noemden dat dan als je daarin zit, zit je in groen. En even voor uh, idee. Uh, en voor de luisteraar, dat gaat over communicatie of over je gedrag. Of? Over uh, emotieregulatie, denk ik okay. vooral. Dus ja. hoe, maar hoe je... daar zit al gedrag en communicatie ja. zit daar helemaal in. Dus je hebt zeg maar groen en daaronder zit dan blauw. He, dan, dan, dan ga je eronder uit. En als je er bovenuit gaat, zit je in rood. Nou, mm -hmm. Wat betekent dat nou? Zolang je in groen zit, heb je contact met je emotie, voor zover je dat kunt. He, want mm -hmm. je hebt ook nog karakter en allerlei andere zaken. Kun je normaal praten? Kan je wel boos zijn misschien, maar uh, kan je nog steeds alles functioneert. Als je naar als je in rood zit, dan zijn er gewoon uh, letterlijk gebieden in de hersenen die niet functioneren. Bijvoorbeeld taal. Mijn mijn zoon, die ging dan bijvoorbeeld ook echt schelden. Maar dan dan, dan zit wist je dus eigenlijk bijvoorbeeld heel erg hoog in de emotie van boosheid. Ik noem maar wat. Ja. En dan dan. Of frustratie, of onmacht, ja. of wat dan ook. Ja. En dan kun je gewoon niet meer normaal communiceren. Nee, en dat is dus eigenlijk ook iets wat lichamelijk gebeurt. Hè? Dus dat is niet iets van, ik wil het niet of zo. Maar dat is iets waar je dus ook kan, geen invloed heb je, op nee, hebt. Nee, daar heb je heel weinig invloed ja. op. En dat wordt veroorzaakt door triggers en opbouwende spanning. Mm -hmm. En aan de onderkant kan je er ook uit en dan word je apathisch. En dan krijg kan, je je beetje de, kan je ze niet meer schelen. Wil je misschien wel iets zeggen, maar kan je de woorden niet vinden. Dus... Mm -hmm. Zowel beide zijn, hè, en sommige mensen gaan heel makkelijk eruit naar mm -hmm. de bovenkant en sommige eruit naar de onderkant. Ik mm -hmm. ga er makkelijk uit naar de bovenkant. Mm -hmm. En mijn zoon ook. Yeah. <laughs> um, en wij hadden soms wel eens van die clashes. en dan snapte ik echt niet wat er nou gebeurd was. En dat is heel kenmerkend daarvoor. Mm -hmm. Dan kan je het ook echt niet meer uh, uh, terughalen, terughalen of voorstellen. Mm -hmm. En toen ik, dat was echt een heel groot kantelpunt voor mij. Toen ik dat begon te leren en in te zien. Dus even, dan uh, als je in dat groene niveau zit, dan, dan communiceer je nog. Dan, ja. dan, dan, dan heb je nog een soort van contact, ook al ben je boos. Maar dan komt er nog binnen bij de een en de ander. En dan ga je dus omhoog. Dan gaan er dus bepaalde dingen uitvallen. En escaleert het dus ook. Omdat bepaalde Enorm. dingen het niet Dan meer kan doen. je echt escaleren. Dan kun je ook, ook gaan gooien. Bij ja, wijze van spreken, of gaan slaan. Of ja. gaan, uh... ja. En um, um, om een voorbeeld te noemen. Als ik in groen zit, uh -huh. hè, normaal zeg maar als mijn emotie gewoon goed gereguleerd is, zou ik bijvoorbeeld bepaalde dingen nooit tegen mijn kinderen zeggen. Yeah. Maar als ik in rood zit, ja, ja ik klopt heb het gewoon uit. echt dingen gezegd waarvan ik dacht van, oh, dat zou ik gewoon nooit zeggen. Uh -huh. en, maar dat geldt voor mijn zoon natuurlijk ook. Yeah. En um, als je bezig gaat houden met opvoeders zonder schuldschaamte en oordeel, wat ik heel vaak gezien heb, is dat ouders bijvoorbeeld, hè, ook mensen waarmee ik werk, klanten, die zeggen: van ja, maar mijn kind zegt dit, dat kan ik toch niet accepteren? En ik heb geleerd: ja, dat kan je wel accepteren. Als je, weet, je, dat... Als je weet dat het komt omdat zo'n kind in rood zit, dan kan je dat zeker wel accepteren. Want je kunt een kind niet veroordelen omdat hij in rood zit. Mooi, nou ja. moet je wel daar iets mee doen. Ja, want het is ook grenzeloos. Het is enorm ja. grenzeloos. En dat betekent dat... Dan komt dan de hulp. Hè, van, dan moet je dus strategieën gaan ontwikkelen... Van, om jezelf wel te reguleren. Uh, je moet herkennen bij jezelf. Of dat moet je gaan herkennen. Je moet gaan leren... Mm -hmm. Wat maakt nou dat ik daarin kom? En hoe kan ik dat voortaan voorkomen? Moet ook een wens van je zijn. Hè? Er ja. zijn natuurlijk ook genoeg mensen die denken. Ja, ik ben gewoon af en toe heel boos. En dan zeg ik stomme dingen. Ja, dat mag. Het ja, is ook prima. Ja, ja. Maar ik wilde dat wel heel graag leren. En ik wilde ook dat mijn zoon het leerde. Omdat ik um, het gevoel kreeg. Dat hij dat, dat anders niet tot zijn recht kon komen. Ja. He, uh, nou, en dat, is is ook, dat alleen, hebben we ook gedaan. Dat was een mooi pad en dat, dat is interessant geweest. Ja, ik vind ja. het ook wel mooi: want dit hele systeem noem ik het maar even, hè? die, uh, uh, hoe heet het ook weer? De hubblebub? Window of Solomons. Ja. Dat is natuurlijk in het kader van een relatie tussen een kind en een ouder, dus tussen, bij opvoeden. Maar het is net net zo goed kinderen onderling. Het is net zo goed op een werkvloer. Het is net zo goed. Zeker, in een relatie. Zeker. Het kunt sowieso wel een ja. ook voor communicatie best wel een belangrijk, mooi tool. Dat is Als het. Je dat dat is zien, het. Ik, ja, zeker. En ja. je gaat wat meer ja. begrip hebben voor mensen die misschien gigantische ruzie krijgen of iemand die wegloopt van de situatie omdat hij apathisch wordt. Nou, ze dus zou dus je wel gaat zet... het beter ja. begrijpen. Nou, een, een mooi inzicht, een hele goede vriendin van mij die werkt um, met uh, uh, even denken hoe dat nou heet, nieuwkomers. Uh, uh, he, nieuwkomers. Yeah. en zij vertelde uh, dat zij daar ook mee te maken hebben. Omdat als mensen dan in hun trauma schieten en dus eruit gaan, dan kan je wel zeggen dat, he, dat mensen bijvoorbeeld op straat gaan staan schelden, mm -hmm. als je snapt, van ja, maar dat kan ook niet anders op zo'n moment, want die, die taalfunctie wordt gewoon geblokkeerd. Uh -huh. uh, dan is dat anders. Uh, in plaats van dat je denkt van, uh, ja, we zeggen, uh, staat iemand zomaar uh, op straat schil, dat mag toch niet? Of dat kan toch niet? Of dat mensen juist aan de onderkant eruit gaan, tot niks komen, niet voor elkaar krijgen om formulieren in te vullen, niet voor elkaar krijgen om te solliciteren, niet voor elkaar krijgen om dingen te doen. Dat is dus logisch. Als je vanuit dat perspectief gaat kijken. Ja. Nou zeg ik niet dat je daar alles mee moet gladstrijken. Nee, want dat, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Van, even terug naar het opvoeden. Dit is heel fijn om elkaar te begrijpen. Alleen, um, ik denk dat je als ouder dat ook wel belangrijk... Dus ik denk dat vrijheid heel belangrijk is. En, en dit soort dingen te herkennen van elkaar. Ja. Maar dat bepaalde dingen ook begrensd mogen worden. Omdat het gewoon... Ja, de situatie van je huis, of, of ja, als dingen kapot gaan, ik noem maar eens. Dat je grenzen aan mag geven. En het lijkt me wel wel weer moeilijk. Hoe ga je dan uh, de volgende stap zetten om nou ja, misschien meer te voorkomen dat die situatie, of laat je dat steeds gaan? Of... Nou, dat is best een grote vraag. Een aantal, aantal dingen tegelijk. Ja. Ten eerste, uh, in het begin, als er bijvoorbeeld dingen stuk gingen, mm -hmm. zat ik meer op het spoor van dat dus je eigen schuld moet jezelf oplossen. Dus dan ga je met schuldschaamte en oordeel werken. Daarvoor wordt de stress daardoor wordt de stress alleen groter en gaat iemand eerder uit zijn window. Ja. Dat heb ik al heel snel geleerd. Dat werkt niet. Um, en ik, je kan ook zeggen van ik vond dat hij dan zelf verantwoordelijkheid moest nemen. Maar ik merkte ook al vrij snel van ja, maar als ik dat zelf, als ik daar zelf in zit, ik herkende gewoon dat je daar dan en dat klinkt dan uh, misschien heel onverantwoordelijk... maar je kan er dan kan ook echt niet. niks nee, aan doen. Nee, dat geloof ik ook wel. Ja. Dus dan moet je gaan kijken... maar waar kan ik nog wel mijn verantwoordelijkheid pakken? Mm -hmm. Dat is als je in groen zit. Dus ik had al vrij snel door... Uh, toen ik eenmaal op dit spoor zat... van ja, maar dan moet ik dus hem helpen om in groen te komen. Ja. Dan kan hij wel verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja, ja. En ik ook. Mm -hmm. uh, en dan, met hulp, ga je strategieën uh, ontwikkelen... van hoe kan je zorgen dat iemand in groen blijft. Ik deed best wel dingen verkeerd. Mm -hmm. He, dus als mijn zoon uh, liep te tieren en te schelden en zijn deur dichtknalde, mm -hmm. dan ging ik daar naar binnen en ik eiste van hem ja. dat hij uh, zich gedroeg en dat hij ja, dat best logisch, respectvol logisch. met mij omging. Ja. Maar dat kan helemaal niet als iemand in rood zit. Dus ik heb geleerd vanuit begeleiding ook uh, uh, want dan krijg je een, een handelplan, hè, of een mm -hmm. handelingsplan of hoe je het ook wil noemen. Van oké, okay, op zo'n moment zit hij in rood, heeft geen zin om dan te praten. Dus dat gesprek moet je gaan uitstellen. Dat was best lastig in het begin. Ja. Ik wilde helemaal niet uitstellen, ik wilde het gelijk op tafel ja, hebben. Oplossen, ja. Maar dat gaat niet. Dus dat heb ik echt moeten leren ja. van nee, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Tegelijkertijd, soms als hij zo uh, explodeerde, wilde hij per se een antwoord van mij. Heb ik ook geleerd, dat gaan we nou niet doen. We gaan pas weer praten als je weer terug in groen bent. Ja, maar ik kan dat niet. Ja, dat moet je zelf. En dan komt de verantwoordelijkheid. Daarvoor heb je strategieën geleerd. Die moet je zelf toepassen. Maar als iemand in rood zit, kun je eigenlijk niet meer bij die strategieën. Dus het is allemaal. Hè, dus, Best lastig, het is wel ja. lastig. Het, het kan lastig zijn, maar je krijgt dan een paar handvatten. Ga een rondje lopen. Uh, uh, ga eventjes uh, gamen. Ga even uh, YouTube-filmpjes kijken. Iedereen heeft daar zijn eigen strategieën voor. Ja, ik denk dat al. Uh, er best wel veel gewonnen is als je überhaupt, zowel als kind als ouder, weet dat dit bestaat. Ik denk het wel. Want uh, nogmaals, dan, voor mij is dat. Dan ik een ik kan me omslag best wel geweest. voorstellen, ik hoorde gisteren ook in zo'n lezing iemand zeggen: je kan je heel erg machteloos voelen. Maar dit zijn denk ik ook de situaties waarin je, je heel machteloos ja. kan voelen. En als je dan dit in je achterhoofd hebt, dan denk je oké, okay, dit is aan de hand. Dit gaat ook weer over. Ja. En nou ja, dan moet je en ik heb met het valen opstaan. Ga je, <laughs> Precies hè? en dan ga je daarna, als iedereen weer in groen is, dan ga je het gesprek aan en dan ga je je kader stellen. En dan ga je ook zeggen van ik wil dit niet, we gaan het voortaan zo doen. Hè? Ik geef het boek vrij duidelijk aan, en dat is natuurlijk een valkuil uh, of een, een, nou, niet een valkuil, maar een misvatting, dat mensen denken oh uh, opvoeden vanuit zelfliefde, opvoeden zonder schuldschaam en oordeel, dat is grenzeloos, maar dat is juist niet grenzeloos. He, um, vrij, veiligheid, grenzen mm -hmm. en zelfliefde zijn echt noodzakelijk als je wil opvoeden zonder schaamte en oordeel. Mm -hmm. Ja, mooi. En um, ja, je hebt deze titel niet voor niks gekozen hè, van uh, schuld, schaamte en oordeel. Um, hebben we nou eigenlijk allemaal daar de, de neiging toe? Of hoe, hoe, ja. hoe, 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 hoe komt dat? Het is ja, heel erg in, in ons systeem, hè? Dat ja. is de, 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 de het is misschien een iets spiritueler verhaal. Je ziet een hele grote verschuiving daarin. Mm -hmm. um, ik denk dat uh, de kinderen van nu daar ook minder mee hebben. En dat dat, dat, dat steeds minder is. Mm -hmm. um, zoals altijd in een overgangsfase is dat dan uh, wat chaotisch of wat extreem soms. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, maar ik denk dat wij. Dat schuldschaam en oordeel behoorlijk verweven is in ons systeem. Ja. En ik zie het menselijk systeem als wat groter. Hè? Je hebt een fysiek mm -hmm. lichaam, een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam. lichaam, maar je hebt ook een verleden en een heden en een toekomst. Mm -hmm. En je hebt je bewuste, uh, je bewuste mind en je um, um, onderbewuste, onderbewuste en je ja. bewusteloze. En dat zijn allemaal, dat zie ik allemaal als dimensies van het menselijk systeem. Mm -hmm. En daar zit dat eigenlijk helemaal doorheen, op allerlei uh, lagen en binnen allerlei gebieden. En het ontmantelen daarvan is echt een heel leuk proces. <laughs> Serieus ja. waar. Het is alleen soms ook wel lastig. Mm -hmm. En de truc is natuurlijk om jezelf niet te gaan veroordelen als je merkt: Oh, nou ben ik toch bezig met schuldzaamte en oordeel. Mm -hmm. Want als je jezelf dan gaat veroordelen, dan je weer, zit je nee, weer. Ja. Dus het is een beetje uh, uh, tricky, maar het werkt wel. Het is wel echt heel leuk om hier heel bewust mee bezig te zijn. Hè? En dat kan be klein beginnen. Ik weet nog wel helemaal in het begin. En dat is echt al wel een aantal jaar geleden dat ik hiermee begon. Um, dat ik merkte als ik over straat liep. Dat ik echt iedere vrouw die ik zag, beoordeelde ik op kleding en op haar stijl. Onbewust. Onbewust. Mm Het -hmm. ging gewoon vanzelf. Mm -hmm. Als je daar eenmaal bewust van wordt, denk je van wat doe ik eigenlijk? Hè? Of als je uh, als je een groep binnenstapt of een, of een café binnenstapt, mm -hmm. dat je de, de, de ruimtes scant en van iedereen al iets kan vinden. Heel mm -hmm. snel, heel makkelijk. Kan heel oppervlakkig. Hè? Mm -hmm. um, nou ja, op het moment dat je daar bewust mee bezig gaat en je, en je begint dat te merken en je gaat dat ontmantelen, um, ja, dat is gewoon een, een proces. En, um, maar wel een proces wat veel oplevert: veel rust in jezelf, rust in je hoofd um, en veel um, ontspanning, eigenlijk. Ja. Heb je nog een, een tip of een handvat voor de mensen? Hoe je dit kan doen, hè? want volgens mij zeg jij eigenlijk al het gaat erom, je eerst je bewust worden van dit gedrag. Zijn er nog andere dingen hoe je dit kan Ik uh... zou mijn boek lezen. Ja, ja. <laughs> nou weet je, het, het leuke iemand zei al tegen mij. Um, ja, het is, het is nu kinderen van u opvoeden zonder schaamte en oordeel, maar het is eigenlijk ook, ja, het had ook kunnen heten leiderschap zonder schaamte en ja. oordeel of inner leiderschap. Ja zonder schuld, schaamte en oordeel... of leven zonder schuld, schaamte en oordeel. Mm -hmm. Ja. ja de, de, ik heb eigenlijk al mijn tips daarin gezet. En als je ja, me nou leuk, één tip vraagt... Ook, ja, ja. Wat vind je het belangrijkste daarin? Zelfliefde. Ja. <laughs> ja omdat het het makkelijkste is. Het is het tegenovergestelde. Maar ja. zelfliefde is niet zo makkelijk. Daarom heb ik er ook een boek over geschreven. Weet je, mensen ja. denken vaak... Ja, dat is heel, uh, het is makkelijk om keuze te maken... vanuit zelfliefde, maar... Uh, nee, want, want, want schaamte en oordeel is behoorlijk verweven in ons systeem. Hoe je het ook aanpakt, hè, of je nou gaat focussen op zelfliefde mm -hmm. of focussen op het uh, ontmantelen van schaamte en oordeel, mm -hmm. je komt er wel. Ik ja. denk dat heel veel mensen in deze tijd, ik merk het ook echt aan mijn klanten, aan vrienden, aan mensen die ik tegenkom en waar ik praatjes mee maak. Het is echt wel een beweging. Die mensen aan het maken zijn, die steeds meer keuzes maken vanuit jezelf, steeds meer thuiskomen bij jezelf, mm -hmm. steeds meer um, kiezen voor, ja, voor jezelf. En dan, zoals wij in ons eerste gesprek al benoemd hebben, dat is niet, niet hetzelfde als egoïsme. Nee, ik ik had <laughs> nog zitten terugkijken, want ja. dat is ook. Uh... Dat mensen er soms de kriebels van krijgen. Van, oh, die zijn alleen maar met zichzelf bezig, of zo. Ja, ik zou het iedereen aanraden. Maar ik denk om juist, heel veel uh, met jezelf bezig. Ja, ik te denk zijn. dat het juist ook een ja. mooie impact heeft op je omgeving. Nou, dat is het. Want op het moment dat jij jezelf bevrijdt van schuld, schaamte en oordeel. en ja. jouw grenzen mogen mm -hmm. er zijn. Dus mm -hmm. een zin die wat irritant is voor sommige mensen inmiddels. Hè, het mag er zijn. <laughs> um, jouw veiligheid. Als je zelf voor je eigen veiligheid zorgt vanuit zelfliefde, voor je eigen grenzen, vanuit zelfliefde, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat je dat ook aan anderen geeft, of dat dus je dat het ook van anderen tolereert. Ja, natuurlijk. Dus, ja, dus en is ja. het nou dan ook van uh, daar waar men vaak zegt van kinderen zijn. Onze spiegels. Is, is, ja, nou of, daar of, heb ik een, of, een stukje onze, over geschreven yeah. ook, want dat kan op twee manieren worden uitgelegd. Ja. Hè? Mensen, uh, uh, je kan het zo uitleggen als zijnde van als mijn kind heel druk en rusteloos is, dan komt dat omdat ik heel druk en rusteloos ben en dat heb ik nog niet in de gaten. En mijn kind spiegelt dat aan mij, die laat, maakt mij daarvan bewust. Mm -hmm. Maar er is nog iets anders aan de hand wat ik echt een hele grote eye opener. Vond, toen ik dat eenmaal zag, mm -hmm. en ik weet niet meer precies hoe dat gebeurde, maar ik kreeg het gewoon door, mm -hmm. is dat um, kinderen en soms ook mensen. Yeah. Um, maar ik hou het even bij kinderen nu. Stel je voor uh, dat een kind aanloopt tegen frustratie en, uh, en onmacht op school. Mm -hmm. Die gaat dan de docent of de leraar, leerkracht, een onmachtig gevoel geven en dan kan je afkijken hoe je daarmee om kan gaan. Dat doen kinderen ook met hun ouders. Um, als, als, als je je als kind ongehoord en onbegrepen voelt, 9, nou eigenlijk 10 van de 10 keer, hebben de ouders het gevoel dat ze onbegrepen uh, en uh, ongehoord worden door hun kind. Maar dat is niet zozeer de spiegel, maar dat is, een kind lokt dat uit, dat gevoel. Mm ik heb me nog nooit zo onmachtig gevoeld dus in de periode dat mijn zoon zich zo onmachtig voelde en logisch want hij zoekt natuur een kind zoekt bij de volwassenen om hem heen uh, hoe moet het mm -hmm. en als ik jou nou dat gevoel geef en ik ga jou en ik ga zien hoe jij daarmee omgaat daar leer ik van ja. ik zeg niet dat dit allemaal heel bewust gebeurt maar dit gebeurt wel degelijk ja, ja. ja. dan is het eigenlijk echt wel een spiegel uh, eigenlijk ben jij dan de spiegel ja. voor de oplossing ja. voor je kind. Ja. ja, dat is wel ook wel. Ja, en wel toen lastig. ik dat begon inzien, dacht ik ook: ik moet dit onder de knie krijgen om hè, zonder schuld, en oordeel te leven, ook voor Oeh, mezelf. Want ja. anders kan ik hun dat niet leren. Nee, want dat is eigenlijk van: uh, we willen eigenlijk, denk ik, uh, als ouders het allemaal goed doen. Tenminste, zo. Maar daar zit al heel veel schuld, en ja, oordeel in. precies, dat is ja. al een oordeel. Ja. Um, ik had een podcast met Robert Bridgman en die zei ja. Het stond ook in zijn boek van ouders zijn eigenlijk uh, goed bedoelde amateurs, want we, ja, we doen echt wel dingen die ook gewoon niet goed uitpakken. Maar jij zegt eigenlijk van als je bij jezelf begint uh, met een, nou ja, een, een proces, heeft dat ook gewoon een, een positief effect op je kinderen. Absoluut. Ja. En ik denk dat uh, ouders. Um, een kind heeft het meest baat bij een volwassen ouder. En er zijn, ik, ik, heb ik bij mezelf ontdekt hè? Uh, op het moment. En volwassen dat dat omschrijf je dan als bewuste uh... keuzes maken vanuit je volwassen zelf. Ja. Mm -hmm. Dus niet zelf als kind reageren, nee, niet zelf is... als opstandige puber, niet zelf uh, als uh, self righteous jongvolwassenen, <laughs> maar gewoon echt als de volwassen ouder. Die dingen niet persoonlijk naar heel veel ouders nemen. Ik ook hoor, ik heb geen, geen enkel oordeel over elk van dit gedrag. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. Kun je ook uh, uitgebreid overlezen en ook over horen in mijn uh, presentaties, natuurlijk. Maar voor kinderen, als jij als ouder het persoonlijk neemt, leren zij natuurlijk alleen maar om het persoonlijk te nemen. Dus, en als jij als ouder reageert vanuit wrok. Leer je kind om vanuit vrok te. De, snap je? Dus ja. Ja, de, ja, zo werkt dat gewoon. Mm -hmm. Hoe naar het ook is, want ik heb mezelf. Uh, maar goed, daar hebben we het ook al over gehad. In, op dat pad naar zelfliefde. Dus ik had dit al gedaan. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Maar uh, ik weet nog wel dat ik. woedend ben geweest over de enorme mate. van verantwoordelijkheid die je moet nemen. Wil je vanuit zelfliefde leven en vanuit schuldscherm en oordeel. of mm -hmm. zonder schuldscherm en oordeel. Um, want, want vaak denk je ja maar ik werk al zo hard en ik doe al zoveel en moet nou dit ook nog uh, nou het hoeft ook niet maar ik vind het, het eigenlijk van niet. die verantwoordelijkheid ook juist wel mooi dat uh, het is een soort gedeelde verantwoordelijkheid want jij pakt hem als volwassene en daarmee uh, ga je ook uh, hou je je eigen verantwoordelijkheid daar waar jij dat kan doen hè? dus veiligheid bieden en een fijne, nou, fijne plek en, en ondersteunend waar je kan. Even wat voorbeelden. Um, maar het is best wel belangrijk dat het kind ook leert de eigen verantwoordelijkheid te pakken. Zo begrijp ik het. Absoluut. Toch? Want ja. dat vind ik ook wel een mooie, want ja. je hebt als, als ouder ook de neiging, ook als een kind verdrietig is, om de verantwoordelijkheid over te nemen. Ja, <laughs> en te troosten en ook de pijn weg te nemen. Ja. En dat vond ik ook een mooie van, um, dat hoorde ik van de week, ik zei er net van Jan Geurts, had ik nog iets over opvoeden gehoord. En die zei het ook mooi. Van een kind mag, um, ik weet niet precies hoe die het zijn, maar kind mag ook gewoon best ongelukkig zijn. En dan ja, is vertel je mijn kinderen om, regelmatig om uh, ja. die emoties toe te laten. Absoluut. En, um, want als je ze niet toelaat, daarmee zeg je eigenlijk, je doet het niet goed. Je bent niet goed genoeg. Want je mag niet ongelukkig zijn. Niet nou, zijn. dat niet alleen. Ik zou het nog willen aanvullen. Uh, op het moment dat een kind um, geen fijne dag heeft, uh -huh. en je legt aan zo'n kind uit van. Ik heb wel eens tegen mijn zonen gezegd: van... weet je, jullie worden wat, 150 of zo. Hè, deze generatie, ik weet niet hoe oud ze gaan worden. We weten het allemaal niet. Want we weten niet wat ze allemaal nog uitgevonden gaat worden. Maar het overgrote deel van je leven zal toch gewoon leven zijn. Gewoon normaal. Niet de highs, niet de leuke dingen, niet de feesten, niet de, je de hele tijd goed voelen. Het is gewoon normaal leven. Mm -hmm. Um, ja, daar hoort bij dat je soms rot voelt, dat je verdrietig bent, dat je pijn hebt, maar daar kom je allemaal wel doorheen en overheen. Dat hoort inderdaad heel erg bij. Um, dus even los van het feit dat je een kind kan leren dat het niet, het niet goed doet als hij verdrietig is, yeah. uh, is het ook belangrijk om een kind te leren dat um, het niet super leuk hebben. Dat het gewoon is. Dat is best wel normaal dus mensen in het leven. eigenlijk vervelen. Ja, uh, precies. Dat, wat ook ja. niet meer zo heel, heel <laughs> vaak voorkomt met die telefoon. Nee, ja, dat maar... klopt. Ja. Nou ja, weet je. En uh, daar moeten zij hun eigen weg in vinden. Dus ook daarin denk ik van ja, weet je. Uh, ja, dat is mooi. Alles hoort uh, alles erbij, hè. Bij het leven. Ja. Um, nou zei jij net nog iets waarvan ik dacht. Oh, dan moet ik nog even. Ik zit even terug te denken. Oh Ja. Um, welk voorbeeld had ik nou in mijn hoofd? Oh jee. Nou ja, laat even gaan. Ja? dan komt ze Kijk. misschien zo meteen nog. Nou en, en wat ik een mooie in je boek een hele mooie vraag vind, want ik denk dat het voor alle mensen een mooie vraag is, is de vraag van wie ben ik? Ja. Los van alle verhalen. En als ik het goed begrijp, zeg je eigenlijk dat is een hele mooie vraag voor zowel kind als voor ouder. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Want ik vind dat wel mooi. Van, ja. uh, want ik zie dat in heel veel verhalen en boeken terugkomen. Waarom ja. is dit zo'n hele belangrijke, oerbelangrijke vraag voor ons? Ja. Uh, ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Vind jij het goed dat ik nog heel even een voorbeeld... Want ik ja, ja. inmiddels ja, ja, heb we hem weer helder. Nou, ik wilde een voorbeeld geven om te laten zien... om duidelijk te maken dat je... wanneer je opvoedt zonder schuld, schaamte en oordeel... dat niet betekent dat je, niet, dat je een soort van perfect moet zijn of zo. Hè? Ja, uh, mijn zoon, die wilde mijn oudste in dit geval, die wilde um, oud en nieuw vieren met een groep. En ik had daar geen goed gevoel over. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik gezegd: Ik wil niet dat je gaat, je mag, je mag niet gaan. Vond ik best lastig, zo'n harde grens. Hij was heel boos op mij, echt kwaad. Mm -hmm. Op oudjaarsavond. Dus ik voelde me schulden. Yeah. En toch kon ik gewoon tegen hem zeggen: van, Ik weet dat het misschien niet redelijk is. En ik weet ook dat je uh, boos op me bent. Maar het voelt gewoon niet oké. Okay. En ik kan niet anders. dan dat ik daar recht aan doe. Want anders zou ik ook geen goede ouder zijn. En is dat eigenlijk. Um, vanuit je eigen verantwoordelijkheid en eigen grenzen? Ja, dat dus dan, dan neem je aangegeven? ook geen. Ja, dus met verantwoordelijkheid nemen. Bedoelen, bedoel ik niet. Um, weet je alsof je aan het werk bent. Oh, nou moet ik verantwoordelijkheid nee. nemen? Ik bedoel dat je werkelijk en het is een hele mooie brug naar jouw vraag mm -hmm. over wie ben ik ja. dat je echt recht kan doen aan jezelf als ouder, maar ook aan wat jij belangrijk vindt als waarde. Ja. ja. En dat je dus als jij voelt er klopt iets niet of het voelt niet goed, dat je dat dan ook mag zeggen, dan is het natuurlijk belangrijk dat je daar ook eerlijk over bent en dat je niet zegt van uh, ja ik wil het gewoon niet punt uit of zo, mm -hmm. want dan, dan kan ik me de frustratie en de woede van een kind wel voorstellen. Mm -hmm. Um, en dat is ook niet goed voor de relatie. Maar als jij eerlijk kan zijn tegen je kind... dit voelt gewoon echt niet goed. Ik heb, daar, ik heb daar ook echt een paar uur op zitten voelen. Heb ik ook gezegd tegen hem van... ik ben nou de hele dag er al mee bezig. Mm -hmm. En ik probeer echt mezelf erger, hè, een beetje in bocht te wringen... van hoe het wel zou werken. Maar ik kom er niet uit. En dit gaat het echt niet zijn als jij... Uh, met deze groep nieuwjaar gaat vieren. Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet wat jullie plan is. Er zijn geen volwassenen in de buurt. Het voelt gewoon echt niet oké okay voor mij. En ik krijg het ook niet geregeld. Dus je kunt gewoon niet gaan. Dat is. Hij was wel boos. Echt hoor. Hij was echt heel boos. Mm -hmm. Maar het is niet ten koste van onze relatie gegaan. En ik denk dat daar ook wel een belangrijk punt zit. En als jouw vraag dan is: van wie ben jij? Ja. Yeah. Het is dus belangrijk dat je jezelf kent en dat je dus jezelf ook erkent in ja. wat je voelt. Dat je er ook mag. Dat, je dat, er dat mag jij er doet. dus als ouder ja. mag zijn. Ja. En dat jij dus je grenzen mag hebben. Dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja, en, ik, en, en het is hetzelfde als bijvoorbeeld, iemand had ook een mooi voorbeeld van ja, maar als mijn kind zegt ik ben ziek, terwijl ik weet dat ze niet ziek is, dan ga ik haar toch echt niet thuis houden. Mm -hmm. Nou, dat hoeft ook niet. Hè? Want jij kan als ouder je eigen grenzen hebben. Kijk, de ene ouder zou zeggen van, uh, nou jawel, dat doe ik wel, want ik weet dat ze overprikkeld is en ik, en ik weet dat ze een dag rust nodig heeft. En de andere ouder kan zeggen van, ja, ik wil gewoon dat je leert daarmee omgaan. Ja. En je gaat dus wel gewoon naar school. Het maakt niet uit. Met, het belangrijkste is denk ik om uh, vanuit de vraag van wie ben ik, waarom is dat zo belangrijk, zodat je uh, duidelijke keuzes kan maken. Ja. En daar vervolgens ook verantwoordelijkheid je kan na ja. nemen. Maar wel met behoud van relatie, daar er gewoon goed over in gesprek kan gaan. Zonder schuldschaamte ten orde naar je kind. Als mijn kind zegt ik ben ziek, en die is niet ziek, dan ben ik niet boos, omdat hij liegt. Ik veroordeel dat liegen niet. En soms wilde ik wel dat hij naar school ging, of welke het dan mm -hmm. ook was van de twee, mm -hmm. en soms niet, afhankelijk van de situatie. Maar ik kon altijd wel heel goed voelen en aangeven. Waarom wel of waarom niet? Ik heb mij bijvoorbeeld mijn kinderen best vaak ruimte gegeven om thuis te blijven, omdat ik wel merkte dat ze overprikkeld waren en rust nodig hadden. Maar ik heb op een gegeven moment ben ik daarin gaan omslaan en gaan zeggen: van ja, maar als ik jou elke keer uit de wind blijf houden, ja. dan leer je ook niet zelf je prikkels te reguleren. En dat, zul je toch, dat heb je toch nodig in de wijde wereld. Ja. Dus dat, daar ben ik op een gegeven moment heen gaan, maar dat heb ik altijd wel goed uitgelegd. En um, um, dus jezelf goed kennen is belangrijk, omdat je dan je eigen dan je grenzen kan voelen, um, vanuit zelfliefde kan handelen. En ook altijd je eigen veiligheid uh, goed in de gaten kan blijven houden als ouder. He, dus um, dat je niet, als je kind zegt: Ik wil een feest geven, uh, ja, doe maar. En voordat je weet, zit er 15 mensen die je helemaal niet kent, maar dat. De, de, de schilderijen vliegen ineens door de, door de ruimte. Ik noem maar wat geks. Hè, dus dat je, dat je gewoon ja heel goed vanuit jezelf kan ja. ouder zijn. Ja, en als je dat feest wel wil geven, dat je gewoon er ook een goed gevoel bij hebt. Ja, ja Of dat je ja. tegen je kind zegt van nou, uh, het voelt, nee, daar heb ik geen zin in. Maar uh, ik wil best helpen. Je samen met jou nadenken, van hoe kunnen we dat feest mogelijk maken op ja. een andere manier. Ja. Dat kan dan ook. Nee, en als ik het zo uh, uh, beluister, is ook dat gesprek met je kinderen. Ja, het gesprek. Zelf. Nee, maar dat, dat, maar dat gewoon het gewoon met elkaar over dingen hebben. Dat dat gewoon ook gewoon heel ja, belangrijk nou is. Ja, nou ja, ik moet erom lachen en daarom zeg ik het ook zo. Het gesprek. Maar dat komt omdat als mensen vragen: uh, wat is de, de belangrijkste tool in opvoeden? Is dat het gesprek? Dat is alles. O, ja, het je het hoeft niks, je hoeft nee. geen trucjes te leren. Je hoeft geen. Nee. Gewoon het gesprek. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En uh, eigenlijk wat je net zei ook uh, dat je dus die verantwoordelijkheid pakt, is dat ook wat je in je boek bedoelt met uh, het is belangrijk om als volwassene achter het stuur te zitten. Ja, ja, is hetzelfde. Ja. Dan, uh, dat ja. je toch de touwtjes in handen houdt. Ja. Dat ja. een beetje. Nou, als volwassene de en denk maar, het is niet. Nou ja, nee. weet je. Uh... We hebben allemaal die innerlijke delen levend en wel in ons. Hè? Mm -hmm. Je hebt, uh, je, dat weten we allemaal wel, het innerlijke kind. Het is heel bekend bij heel veel mensen. Maar we hebben ook die innerlijke puber en ook mm -hmm. die innerlijke jongvolwassenen. Het staat ook in het boek wel beschreven. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mm -hmm. innerlijke puber. Um, ja, als jij op een gegeven moment als ouder denkt. Ja, nou heb ik er ook helemaal genoeg van. Bekijk het allemaal maar. En je gaat vervolgens uh, um, ergens nee op zeggen. Gewoon. <laughs> Omdat je het beu bent, mm -hmm. dan ben je niet een volwassen ouder. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar, dan, maar je bent niet een volwassen ouder op zo'n moment. Dus voor jouw kind, die kan daar niet zoveel mee. Die zien gewoon een boze puber. Ja. En het is ook nog een volwassene, dus ze moeten er ook nog naar luisteren. Het <laughs> is best wel oneerlijk. Ja. Geeft, ja, geeft ook veel onmacht aan een kind, natuurlijk. Ik vond dat ook wel mooi. Hè? Van, jij zegt er zijn eigenlijk die, wel die periodes, tenminste die fases waar een kind doorheen gaat van. Uh, een jong kind uh, die dus op zoek is naar die veiligheid. veiligheid ja. En dan de puber, die, die er eigenlijk bij ja. behoren. Ja. En dan die jongvolwassenen die. Erkenning uh, en waardering. Ja, maar ik vind dat ook wel mooi. Want als je, als je het ook in dat licht bekijkt, En hun gedrag, dan ga je ook dingen begrijpen. ja want, En je weet dan als ouder ook wat je kan geven. Ja, maar ik vond het wel een mooie, ja. uh, mooie eye-opener. Dat, 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 als je dat zo nagaat, dan begrijp je ook, um, en dan zal er ook. Als ze van de ene fase naar de andere fase, dan zijn ze misschien ineens weer klein. Dat heb je wel wel eens, hè? Dan denk je, ja, oh ja, dus die veiligheid zeker. Of zeker, Ineens groot, want ze willen erbij horen. Ja. Dat en dat kan wel... trouwens ook voor wrijving zorgen. Want uh, als een kind bijvoorbeeld van um, uh, kind naar puber gaat. En eigenlijk nog heel veel, en zeker als er bijvoorbeeld kinderen zijn met trauma's. Weet je, die lopen in die ontwikkeling wat mm -hmm. achter. Mm -hmm. Of ja, die loopt eigenlijk helemaal niet achter, maar die blijven wat langer dan in dat onveilige kind. Maar tegelijkertijd zijn ze ook puber, dus ze willen het zelf doen. En dan kun je als ouder best wel in een soort spagaat komen: van ja, aan de ene kant wil je je kind zijn eigen gang laten gaan. Maar aan de andere kant willen ze nog dat je alles voor ze doet. En soms krijg je dan ook de verwijten van je neemt het over. Maar terwijl je weet van ja, maar dat moet ook. Want je kan het nog niet alleen dragen. En dat kan inderdaad best ingewikkeld zijn. Maar ik heb zelf inderdaad, hè, jij zei van het is een mooi inzicht. Ik heb daar zelf ook veel aan gehad, uh, dat ik op een gegeven moment dacht van ja, hij wil gewoon erbij horen. En met erbij horen betekent niet per se bij zijn vrienden: goed, maar belonging is zo'n beladen term. Ik, ik vind het een prachtig woord. Ik, het is ook in het Engels mooier dan Ja, in Ja, Nederlands Ik zou ook uitleggen. niet weten hoe je dat in het Nederlands kan zeggen: belonging. Het is zo allesomvattend. Mm -hmm en als je dat kan geven aan je kind, mm -hmm. op het, hè, dus uh, stel je kind zoekt naar manieren, want ze proberen daar invulling aan te geven en daarbij gaan ze ook van zichzelf weg. Hè, dat hoort bij opgroeien. Dus stel je voor dat je hele vriendengroep uh, die gaan uh, die gaan uh, blowen of die gaan uh, drinken en mm -hmm. jij wil dat niet, dan gaan kinderen dat natuurlijk wel doen soms, want mm -hmm. dan willen ze erbij horen. Maar als jij je kind al heel veel belonging kan geven door op, op een andere manier ermee om te gaan door bijvoorbeeld samen uh, uit eten te gaan of zeggen van zullen we zullen eens uh, oeh sorry <laughs> harde knal of zullen we eens samen een weekendje dit of hè, nou ja, ik noem maar een paar dingen en dan en dat ze dan bijvoorbeeld ook vrienden of vriendinnen mee kunnen nemen of dat je dat je als ouder gaat zien van ja maar nu heeft hij behoefte of zij aan belonging... Hoe kan ik dat invullen? Ja, eigenlijk met alternatieven. Ja. Dat ze ja, ja. een beetje wegblijven bij het minder Nou ja, uh, als je begrijpt van waar ligt de echte behoefte? Die echte behoefte ligt, ligt niet, niet per niet se. Bij, uh, drinken of, Nou, niet uh, nee, per se, nee. weet je. Natuurlijk is het ook leuk om grenzen te verkennen. En dan moet je er ook overheen. Maar niet per se. <laughs> en kinderen kunnen soms hele domme dingen doen. Vanuit het perspectief van de ouder. Maar vanuit hun perspectief is het helemaal niet dom... Dat is een strategie om te krijgen wat ze nodig hebben. Dus als jij als ouder het zo kan gaan zien en het niet veroordeelt als zijnde dom, maar kan gaan zien van ja, maar jij zet die strategie in omdat je iets nodig hebt en hoe kunnen we daar op een andere manier invulling aan geven? Dan denk ik dat je met, dat al op een hele andere manier aan het opvoeden bent. Ja, ja. het is wel uh, heel bewust opvoeden. Ja, dat, dat is heel bewust. Ja. Maar het is, weet je, het leuke is, het is voor jezelf als ouder zo relaxed. Het is heel veel fijner dan de stress van ja. zo'n kind in goede banen willen leiden of ja, in een kader willen zetten. Ja, ja. heel mooi. En uh, nog even terug naar jouw titel, want je hebt al een paar keer een uh, klein uh, sprankeltje gegeven wat het is. Maar wat versta jij onder de kinderen van nu? Kan je aangeven zeg maar wat er uh, ten opzichte van uh, vorige generaties wat er wat er gaande is of wat wat je, wat je ziet. Ja, nou, dat, dat is een beetje tweeledig. Um, er is een hele spirituele invulling mm -hmm. en er is een uh, wat meer praktische, uh, ja, die, wat uh, ja, praktische invulling. Ik denk dat we zowel de spirituele invulling als die praktische allemaal kennen, herkennen. Mm -hmm. um, ik ga ze allebei heel kort toelichten. Ja, de praktische is gewoon dat de wereld echt nog nooit zo open is geweest als nu. Hè? Met een mm -hmm. klik van je muis of op je telefoon kun je overal bij. Mm -hmm. um, en alles is daarmee ook niet meer zeker. We weten, je weet niet meer of dingen kloppen. Mm -hmm. Er wordt van alles. Mm -hmm. Het is heel makkelijk om fake news te verspreiden. Het is heel makkelijk om. Uh, sowieso heel veel te faken. Mm -hmm. He, want ook op Instagram en, uh, en TikTok en zo is een Filter, heleboel natuurlijk. Ja, filters, rubbenen. dingen in scène gezet. Maar ook zelfs, dat weten we allemaal natuurlijk. Dat, dat is ook van alle tijden. Zelf ook het nieuws. Je weet niet meer wat nou wel en niet waar is. Mm -hmm. um, dat maakt de wereld heel onzeker en groot. Ja. Want um, dan heb je ook nog uh, de leuke cookies. Dus als kinderen op bepaalde dingen gaan klikken dan krijgen ze daar meer van. Dus er wordt, je krijgt ook een soort bubbel. Mm -hmm. hè? Want dat weten we allemaal. Hè? Je, 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 ja, daar waar je... zo is ook grappig, want spiritueel gezien... of, of, of hoe je het wat ook wil noemen... Als ja, ja, je ja, aandacht dat geeft, je groeit. Als je aandacht geeft, groeit. Het denken. is gewoon letterlijk waar <laughs> ja. op, op social media natuurlijk. Uh, daar zorgen de cookies wel voor. <laughs> en um, uh, en daar kan een kind helemaal in verdwalen. Want dan is dat de waarheid. Hè? Maar die, en die bubbels die zie je natuurlijk ook bij volwassenen. Hè? We, mm -hmm. we hebben allemaal... Uh, die bubbels. Want ja. ja, zo werkt het gewoon. En dan heb je tegelijkertijd die grenzeloosheid. Alles kan. Alles is mogelijk. Er zijn kinderen die op hun vijftiende... die een bedrijf beginnen. Die hebben een of ander ideetje. En die zijn miljonair. Mm -hmm. uh, er zijn... Uh, uh, Studeren. Kijk, wij hadden best wel een duidelijk kader. Hè? Je ging ja. gewoon naar de lagere school en dan ook oh, weer met ringen ja. ring op je ooglazen. <laughs> Gingen naar de lagere school en dan naar de middelbare. En dan ging je misschien doorstuderen. Of niet. Maar, en dan ja, dat, dat was eigenlijk best een doorgaande lijn. Die doorgaande lijn. Uh, misschien dat wij hem nog wel zien, nee, maar, je maar je kan, ik denk dat de kinderen nu van de andere kant op. Ja, je kan altijd weer kiezen. En als ik ook vaak tegen mijn kinderen heb gezegd. Het idee van ik heb daar een bepaalde uh, tijdsdruk in of tijdspad. Nogmaals, de kinderen van nu, we weten niet hoe oud ze gaan worden. En we weten niet wat ze allemaal nog als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar, wat daar aan verandering en je telt dat expo, uh, exponentieel mm. door, ja, we hebben echt geen idee. <laughs> dus wij weten helemaal niet wat, wat zij nog allemaal gaan meemaken en hoe oud ze gaan worden. Dus ik heb ook altijd zoiets van joh, ze weten, hoe kunnen, we, hoe kunnen we nou weten wat. Een belangrijke uh, keuze is voor je vervolg. En hoe kunnen zij dat nou überhaupt weten? Dus alles is veel losser en onzekerder. Geeft ook heel veel vrijheid. Mm -hmm. En waar wij eigenlijk uit krappe kaders hebben gebroken. Mm -hmm. hè, want uh, mm -hmm. er kan zijn uh, de, de kerk of het kan zijn bepaalde, bepaalde manieren van leven via je gezin waar je bent opgegroeid. We hadden best wat krappere kaders, ook scholen, mm -hmm. weet ik veel wat. En wij hebben een soort van uitgebreid. We zijn uitgebroken om ons vrij te voelen. Deze kinderen hebben alle vrijheid. En die moeten juist de andere kant uit. Naar binnen. Wie ben ik dan? Dan ja. krijg je die vraag. Ja, als je, als je in een wereld zit waar alles kan. Wie, wat wil, wie ben je dan en wat wil ja, je dan? Ja, het is best uh, onzeker. En, en ook een beetje. Wow. En um, dus, die wie ben ik vraag bij ons komt die meer vanuit wie ben ik los van alle kaders. En zij hebben in de hele grote zee van oneindige mogelijkheden, wie ben ik dan? En dat is, uh, ik weet nog wel dat ik een keer een boek heb gelezen. Um, en, en in dat boek, dat was een soort science fiction-achtig boek, en daarin uh, ontdekten ze dat je uh, naar andere dimensies kon, mm -hmm. het was een soort avonturenboek. Maar ik weet nog dat ik het benauwde me echt. Want het was oneindig. Het er waren oneindig veel, veel werelden. Ja, ja, ja. dus, dus niemand had meer echt thuis. Want je kon gewoon zomaar naar een andere wereld gaan. En daar dan wonen en leven. En ik vond dat zo overweldigend. Mm -hmm. Het idee dat er nog miljoenen anderen... Ja, waar, waar kies je dan voor? Ja, ja, ja. Nou, dat denk ik dat veel kinderen van nu eigenlijk ook voelen. Ergens. Mm -hmm. Waar... Waar zit mijn anker? Ja, dat zit in jezelf. Ja, dat is mooi. Dus eigenlijk zeg je ook daar uh, zit ook de grootste uitdaging. Voor deze kinderen zeker. Ja. Zij hebben als grootste uitdaging, dus verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja. En, en bij jezelf blijven. En waar zie je dan, uh, want ik denk ook um, dat er ook heel veel kansen zijn. Van uh, waar zie je voor hen de, de grootste kansen? In want, hetzelfde. Ja, ja. Echt in hetzelfde. Dat is altijd zo, denk ik. Hè? Mm -hmm. uh, ook voor ons geldt natuurlijk... het uitbreken uit die strakke kaders... is ook onze grote kans. Mm -hmm. uh, uh, en voor hun is het... zichzelf vinden in de oneindelijke... Uh, oneindeloze zee van mogelijkheden... is ook hun grootste kans. Ja, mooi. ja. mooi gezegd. Ja. Ja. ja, en dan de iets spirituelere... is natuurlijk... Um, dat... Er is gewoon een bepaalde ontwikkeling gaande. Uh -huh. hè? We zien het ook met uh, hoe ik het uh, ge, een keer zo gezien heb. Is van we zijn eigenlijk van uh, de, uh, in het Engels even gender based uh -huh. naar gender neutral naar genderless. Uh -huh. Dat is de beweging. Hè? Als je het heel spiritueel bekijkt, werd het allemaal al lang uh, geleden voorspeld. De creëerden kinderen en, 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 en de, de Diamond Children en zo. Weet je, dat zijn. Daar is dat hele mannelijk-vrouwelijke. is niet meer een. Dus ook dat is eigenlijk een kader. Dat, dat, dat is dan weer één. Dus, hè, uh, maar ook qua energie, hè? Ja, ja precies. Je, dus je ja. hebt eigenlijk sowieso natuurlijk. zowel mannelijke als vrouwelijke ja. energie in je. Um, maar wij drukken ons uit als. Um, of vrouw of man. Uh, over het algemeen. Hè? En. en uh, uh, dat, dat is iets wat. Uh, en er was natuurlijk altijd al dat sommige mensen dat niet hadden, maar over het algemeen. Even niet oh, zeggen. Ja. <laughs> maar over het algemeen uh, ben je dan meer een, de, de, een expressie van het een dan wel een expressie van het ander. Uh, maar dat is helemaal aan verdwenen, want uh, je, dat is eigenlijk heel erg één geworden. En um, op dit moment. Denk ik, nogmaals, het is een vrij spiritueel verhaal: komen er steeds meer kinderen of, 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 uh -huh. naar, naar aarde die, die daar helemaal niet meer uh, een onderscheid in maken. De, want daarbij is dat gewoon één. Ja, dus die energieën van mannelijke en vrouwelijke energie is één. Maar het wordt ook wel gezegd dat ze gevoeliger zijn, de kinderen. Um, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, ik, ik. ja dat kan zeker, omdat uh, en dat zie ik zo. Uh, nou, dan nou wordt het een heel spiritueel verhaal. Ja, ja, ja. <laughs> is wel dat leuk, is wel, wel leuk. Oké, ja. oké. Okay. Okay, je hebt ze uh, en, en ik gebruik wat Engelse termen, hè, want ik uh, uh, zou ook niet zo goed weten hoe het anders moest noemen allemaal. Maar de vrouwelijke, uh, zeg maar de, de divine female powers, mm -hmm. die zijn uh, wisdom en creativity en sensuality. Mm -hmm. En de divine mail powers zijn presence, vulnerability en discovery. Die werken perfect samen als ze één zijn. Dus als jij wisdom kan samen laten gaan met vulnerability... kwetsbaarheid, ja, ja. Dan, dan, dan sta je volledig daarmee in je kracht. Kun jij sensuality samen gaan, laten gaan met presence... Dan sta je daarmee ook volledig in je verbinding met mm -hmm. jezelf. En kun jij um, creativity laten samengaan met discovery. Ook dat is dan volledig in je kracht. Mm -hmm. En daarmee ben je natuurlijk gevoeliger. Dat nee, is ja. logisch. Want dan ben je veel heel erg in je wisdom. Ja. Maar je bent daar ook kwetsbaar. Je kunt daar ook kwetsbaar in zijn. Je zit in je creativiteit. En je kan daarin ook ontdekken. Dus niet star. En je zit in je lijf en in je sensuality. Want sensuality is niet seksualiteit. Nee, hè? Dat niet heeft te maken met proeven. Ja. Met voelen. Intuitie. Met je, ja. Nou ja, gewoon je fysieke lichaam als kanaal om informatie te ontvangen. En je kan het ook helemaal voelen en duiden. Mm -hmm. En je uh, staat daarmee in contact. En je kan dan ook ontdekken. Um, ja, dan... dan um, uh, ja. ja, mooi. Ja, ja, dat is wel mooi. Is een mooie... En ik denk dat inderdaad uh, uh, die omslag die is gemaakt... Hè? Uh, van, van dat, die splitsing van mannelijk-vrouwelijk... naar oneness within, zo noem ik dat dan. Ja. En die eenheid... Uh, ik denk dat veel kinderen van nu die eenheid in zich dragen... En uh, dat zie je ook gebeuren natuurlijk met de hele uh, gender kwesties die uh, spelen. En dat gaat dan natuurlijk in het begin heel erg uh, heen en weer. En het is grappig bijna dat juist in de woke beweging heel veel wordt gewerkt met schuld, en oordeel. Mm -hmm. uh, maar dat zal zich wel uit gaan kristalliseren. Dat, uh, dat is altijd in het begin Zoals is er zo'n chaos gaat het een beetje, en ja, gaat het alle kanten uit. Ja. 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 Mooi. Van, uh... En het is dan... Uh... Een mooie uitdaging om uh, als ouders uh, hier, in je ja, weg te vinden. hier in je weg te vinden. Ja, met, met je kinderen samen eigenlijk. Van, ja. Uh, ja, en het is ook... Ik, ja, uh, nog een klein haakje aan de hele spirituele uitleg. Het is ook wel heel mooi uh, om je te realiseren... als je hier bewust mee bezig bent... Mm -hmm. um, dat je niet voor niks nu ouder bent ook. Nou, ik vind het sowieso wel een mooie gedachte... dat je um, niet voor niks nu in deze tijd hier bent. Precies. Ja, dus, dus nu ja, bij de toevallig ouder. ouder. Niet alleen hier bent, ja, maar ook kinderen kind, hebt. Dat er een kind ook weer is. Ja. Want je bent in feite de opvoeder dan van de nieuwe kinderen. De kinderen van nu. Ja, dat is mooi. En uh, dat zijn bijzondere kinderen. Leuk, ja. leuk Marike. <laughs> volgens mij, uh, ik vraag altijd mijn gast naar een tegeltje. En jij ja. uh, had de uh, goed op zitten stoeien op <laughs> Echt de heel erg, Ik nee. ben ik super slecht Maar volgens mij in. heb je hem al spontaan gezegd. Ik heb hem al voorbij horen komen. Leven zonder schuld, schaamte en oordeel is leven vanuit zelfliefde. Dat is waar. Ja. ja, Want ja ik denk dat dat ja, jouw ja. tegeltje is. He? Ja. Oh, mooi. <laughs> nou, heel erg bedankt. Zijn er nog dingen die jij uh, nog wil toevoegen? Ik vind het een heel mooi verhaal. Um, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Nou, best wel snel. Ik zou het wel fijn vinden als jij ook nog even wil vertellen waar mensen jou kunnen vinden. Ja. En, en wat je nog uh, doet. Ja. Oké. Naast, okay. naast het schrijven van boeken. Ja. Nou sowieso de mensen die naar deze podcast luisteren, als mocht het nog voor de 25e zijn, ben je van harte uitgenodigd. 25e januari. Februari. Oh je februari. Ja. Oh, ja. Ben je van harte uitgenodigd op uh, en je vindt dit een interessant en mooi onderwerp op de boekpresentatie uh, in Breda is die en dat is op 25 februari van 2 tot vier uh, sorry twee tot zes hele leuke locatie. Um, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, stuur me dan absoluut een mailtje naar Marieke Ik doe het maar even zo, want ja, het graag. staat niet nee, zo op mijn fijn. website uh, vermeld. Marieke. marieke Swinkels, met een z. Punt com. Punt com. Punt com. Ja. ja. En uh, dus voor die boekpresentatie, dat is sowieso leuk. En uh, ver ja, wat doe ik verder? Ik heb um, een podcast, The Bigger Picture. Die ben ik uh, nu aan het opzetten. Dus die, uh, ik heb daar wel al wat afleveringen de afgelopen jaren voor gemaakt. Ja, leuk. Maar er ja. zit een grote verandering in. Dat ga ik dit jaar verder uitzetten. En uh, ik heb een opleidingsbureau en dat heet uh, de Fountain Totaalopleidingen. Die is te vinden op tfto22.nl. Wil je dat nog één keer herhalen? tfto22.nl Dank je. <laughs> Jij bedankt. En daar ga ik de opleiding Kinderen van Nu Opvoeden Zonder Schuldschaamte en Oordeel ook aanbieden. En dat is een online cursus voor de mensen? Nee, ik ben bezig op dit moment met, uh, die, hij staat er nu nog online op, en, ja. maar ik ga hem ook live. Want mm -hmm. ik ben, ik heb ik eigenlijk uh, vrij uh, abrupt besloten om dingen toch anders te gaan aanpakken. De ja. uh, fountain zou inderdaad vooral een uh, online uh, mm -hmm. leeromgeving zijn. Maar ik ga die uh, opleiding wel degelijk live aanbieden. Oh, en die ga ik aanbieden voor coaches en therapeuten. Ja. En voor ouders. Ja. En opvoeders. En, um, en uh, ik wil graag uh, in het onderwijs uh, daarmee verder. Mm -hmm. En daar ben ik over in gesprek met een aantal mensen. Maar ook daarvan uh, heb je daar interesse in. Neem contact op. Dit staat allemaal wel op mijn website. En ik heb mijn persoonlijke website, mariekeswinkels.com. En daar, dat gaat meer over de bigger picture, dus de podcast. De, um, ja, de, uh, ja, en ook je ja dat staan is uiteindelijk vooral. Ja, en en sessies met mij. Ja. ja, boeken staan daar ook op. Maar die staan ook op uh, de Fountain uh, website. Okay. ja. En die twee websites verwijzen heel makkelijk naar elkaar. Dus uh, mocht je op een van die twee terechtkomen, dan uh, vind je me wel. Heel hartelijk bedankt voor je mooie verhaal. Dank je wel. Ik hoop dat er een hoop mensen weer inspiratie hebben gevonden in dit verhaal om uh, ja, samen te werken met kinderen. En, uh, en ook uh, weer samen zelf. te werken uh, met kinderen. Ja, dat is en zo mooi. Ook, ja. En ook zelf, uh, ja, ik denk dat je er zelf ook weer wat uh, van leren. Hartelijk dank, Marieke. Dank je. Wel. Veel succes. Dank je. Dank je. <laughs> bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website, baukjejongerijk.nl, kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.